In deze clips gaan we het algemeen lineair model introduceren. Dat is een veralgemening van het gewone enkelvoudig lineaire model die ons toe zal laten om een respons, een continue respons, enerzijds te modelleren niet in functie van één covariaat, maar in functie van meerdere covariaten. En deze covariaten kunnen zowel continu zijn als discreet zijn of als categorisch zijn, waardoor dat we een heel flexibele manier hebben om die gemiddelde respons te gaan modelleren. Dat heeft een heel aantal voordelen. Een eerste voordeel is dat we nu een associatie kunnen schatten tussen een continue respons enerzijds en een predictor anderzijds, terwijl we corrigeren voor andere predictoren. En dat zal ons toelaten om een associatie te schatten wanneer er confounding optreedt. Als we de confounders meten en we nemen die confounders mee in het model, dan kunnen we de associatie schatten tussen een predictor en tussen de respons na correctie voor mogelijke confounders. Een tweede voordeel die dit model heeft, is dat we associaties tussen meerdere predictoren simultaan kunnen gaan analyseren. Dus dat we eigenlijk meer complexe onderzoeksvragen kunnen gaan analyseren, waarbij de respons afhankelijk is van meerdere predictoren. Ten slotte is het ook zo dat die modellen gebruikt worden voor predictie. En als we meer informatie hebben om een predictie te doen, dan gaan we vaak ook betere predicties kunnen doen, omdat we dat kunnen baseren op meer informatie. Verwante predictiemodellen worden bijvoorbeeld dagelijks gebruikt in de intensive care unit van het Universitaits Ziekenhuis van Gent. En daar worden modellen ingezet die aan onze vakgroep zijn gebouwd, waarbij we het risico op overlijden gaan modelleren in functie van een aantal covariaten die we heel makkelijk kunnen meten bij patiënten die binnenkomen in de intensive care unit. En dat zal dokters toelaten om patiënten op een goede manier te prioritiseren, zodanig dat hoogrisicopatiënten sneller kunnen worden geholpen. Ten slotte zullen we in dit hoofdstuk ook methoden voorzien om statistische inferentie te doen, om te gaan kijken of de associaties die we zien in de steekproef, of dat we die kunnen veralgemenen naar de populatie toe. En dat gaan we niet enkel doen voor één modelparameter, maar ook voor meerdere modelparameters simultaan. Dus dat zal ons toelaten om heel complexe onderzoeksvragen op te gaan lossen. Uiteraard is het ook belangrijk dat als we die inferentie doen, dat we aannames zullen nagaan die noodzakelijk zijn om die inferentie toe te laten en dat we ook diagnostiek van dat lineair model uitgebreid gaan behandelen, zodanig dat we zeker zijn dat de modellen die we gebruiken goede modellen zijn. We zullen heel het hoofdstuk werken rond de centrale dataset, waarbij we gaan kijken naar de log prostaatantigenconcentratie, die vaak wordt gebruikt bij patiënten die aan prostaatkanker gaan lijden. En we zullen gaan kijken of dat we die log prostaatantigenconcentratie kunnen gaan associëren met een aantal andere predictoren, zoals het tumorvolume, het gewicht van de tumor, het gewicht van de prostaat, de leeftijd enzovoort. In de volgende clip zullen we deze dataset gaan exploreren vooraleer we van start gaan met onze veralgemeende lineaire modellen.